Hoi allemaal, dit is Nicky weer met een nieuw part van Plants vs. Zombies Walkthrough. En ik wil tegen iedereen zeggen, gelukkig vrijdag, want ik film dit op een vrijdagmiddag. En om maar meteen in actie te komen, kunnen we hier de 8 seat slots kopen. Dat gaan we meteen even doen, want dat is super super handig. Maar ja, zoals ik al zei, ik film dit op een vrijdagmiddag en ik heb weer weekend. Dus ja, dat is echt super fijn. Want nou kan ik weer uitslapen en zo en dat soort dingen. Maar goed, de vorige keer hebben we dus de Don't Pee in the Pool achievement gehaald. Dus nou ga ik gewoon weer repeaters gebruiken en alles. En al die zooi. Dan die er nog bij. Zo. That should do it. En dan gaan we maar meteen door met level 3-2. Maar ja, ik heb dus een hele week school achter de rug, want dit was de eerste week na de kerstvakantie. En ja, in de vorige video heb ik al gelukkig nieuwjaar gewenst en alles. En al die dingen. Maar ja, ik heb dus afgelopen week op school tijdens de gymnas heb ik mijn pols bezeerd. Dus ik denk dat die gekneusd is. En dat is wat minder fijn, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Gelukkig heb ik daar met gamen niet al te veel last van. Want ik ben linkshandig. En ik heb mijn rechterpols gekneusd, dus dat is wel een geluk. Kijk, als je er dan toch even moet kneuzen, dan kan dat het beste diegene zijn waar je niet mee schrijft. Of waar je niet zoveel dingen mee doet. En dat geluk had ik dan wel weer, dus dat is heel erg fijn. Maar ja, het is nog steeds net zo makkelijk als vorige keer. Gewoon sunflowers neerzetten en zo. Ik denk dat ik er nou alweer te veel ga hebben. Met twee rijen. Het zijn iets van 12 sunflowers of zo, dus veel te veel. Maar beter te veel dan te weinig. En ja, hier is dus de squad. Ik zal hem hier even neerzetten om te laten zien wat hij doet. Zodadelijk als die zombie daar komt, dan zul je zien dat hij in één klap doodgaat. En dat is helemaal geweldig, want de squad is gewoon helemaal geweldig. En dat zei ik in het vorige part ook al. Zo, en dan hebben we alle sunflowers klaar. Dan kunnen we weer de attack gaan neerzetten. En zie je dat de squash. Zag je dat de squash net die zombie plette in één klap? Dat werkt zo bij alle zombies. Dus iedere zombie die hier komt, daar kun je een squash voor zetten. En die plet hem dan in één keer. Behalve voor één zombie, voor de Gargantuar die later komt, werkt dat niet zo. Ja, de Gargantuars die komen in latere levels en die zijn echt super sterk. En daar heb je dan twee keer een squash voor nodig. Maar dat is niet zo erg, want daar hebben we nou nog geen last mee. Oeh, kijk. Kijk, we kunnen nou de minigames doen. Dat is fijn dat het er nou even staat, want dan kan ik daar even een bruggetje naar maken. Over de minigames. Ik begin met de minigames zodra ik klaar ben met de adventure mode. Dus dat zal nog wel even duren. Want we zijn pas bij level 3-2. Dus ongeveer op de helft. En daarna zijn er nog heel erg veel minigames en puzzle modes en al dat soort dingen te spelen. Dus die ga ik daarna doen. En ik moet zeggen dat ik dat best wel leuk vind. Die minigames en die puzzle modes. Dus ja, daar heb ik best wel zin in, daar verheug ik me best wel op. Ja, als je kunt zien, zoals je kunt zien, pakken we nog overal geld op en zo. En gaat het goed met onze attack en zo. Met onze aanvallende repeaters. Ja, ik dacht, het is vrijdagmiddag, ik maak deze video wel even. Want het is al best wel een tijdje geleden. En als het goed is, kan ik het komend weekend geen video's meer maken. Want daar heb ik er waarschijnlijk geen tijd voor. Want dan heb ik het best wel druk.
Ik denk niet dat die squash daar nodig was geweest, maar dan staat hij er in ieder geval. En hij pakt hem toch, dus dat was ja, helemaal niet nodig. Maar goed, daar hebben we nou drie repeaters staan. Dus op die rijen, daar hoef ik ook niet meer naar te kijken, daar zullen we ook geen last meer van hebben. En niet vergeten het geld op te pakken, zeker niet die gele. Laten we een walnut neerzetten. Want een squash is toch niet nodig. Dat hebben we net wel gezien. Ja, dat doet me denken aan wat mijn wiskundeleraar vanmiddag zei. Dat als je fout maakt, dat... ik weet niet meer wat die precies zijn, maar dat zijn niet echt domme fouten. Maar een fout is dom zolang je er niet van leert ofzo, als je hem de eerste keer maakt. En ja, daar kan wel wat in zitten als je het goed bekijkt. Maar ja, ik ga niet al te veel over school praten, want het is natuurlijk weekend. En het zou zonde zijn om dan deze video te verpesten met praten over dingen van school en zo. En ik denk dat mensen die mij niet kennen, mijn persoonlijke leven niet kennen, dat die daar ook niet al te veel zin in hebben dat ik over school ga praten. En de mensen die mij wel kennen, een beetje, die zullen daar ook niet al te veel zin in hebben, want die weten wat er bij mij op school gebeurt. Dus die hoeven daar geen updates over te hebben. Ja, dit is best wel gewoon weer basic level. Gewoon alleen maar repeaters en dan komen er wel. Maar we hebben hier een voetbalplayer. Nou, pak hem maar squash. En weg is de voetbalplayer. Ik heb het idee dat het geluid wat al hard staat, maar dat kan aan mij liggen. Ik zou zo wel eens kijken. Maar in ieder geval, dit is onze nieuwe plant. Dit is de Treepeater. Als je helemaal dacht dat er geen dingen met peashooters meer zouden komen, dan had je het mis. Want dit is dus de Treepeater en dit is dus een andere versie van de gewone peashooter. Als je die ergens neerzet, is heel handig bij dit soort levels. Dan schiet hij over drie rijen heen in plaats van over één. En het is een van de duurste planten in het hele spel, afgezien van de upgrades. En dat is best wel apart, want ja, zo geweldig vind ik hem niet. Ik zal hem wel gebruiken. Als je hem goed gebruikt, kan hij ook heel erg handig zijn. Ik zal nu ook meteen voor het gemak laten zien hoe je hem heel goed kan gebruiken. Zodat jullie ook weten hoe je hem voortaan echt met zijn volle nut kunt gebruiken, en vooral op dit soort levels. Ja, de Treepeater werkt echt het beste als je hem op levels gebruikt zoals deze, met 6 rijen. Want zoals ik al zei, de Treepeater die schiet over 3 rijen heen. En als je 6 rijen hebt, dan heb je dus maar 2 Treepeaters nodig om alles helemaal bezet te hebben, zeg maar. Dus als je wil dat er overal een pie heen gaat, dan hoef je nou alleen hierheen te zetten, waar mijn muis nu is. En daar, op rij 2 en op rij 4, rij 5. Nou, zoals je nu ziet, zet ik mijn sunflowers niet meer in een rechte lijn allemaal onder elkaar. Maar op een iets andere manier, zodat het handiger is voor de Treepeaters als die er zo dadelijk bij komen staan. Maar dat wordt vanzelf wel duidelijk naarmate dit level vordert. Want dan zul je zien waarom dat ik dit heb gedaan en hoe handig dat kan zijn. Kijk, je kunt de Treepeaters ook op een andere manier gebruiken zoals dit. Maar dat is minder handig, denk ik tenminste, dan hoe ik ze gebruik. Maar ja, kijk, je mag ze natuurlijk gebruiken zoals je wil en... Het is niet aan mij om te vertellen hoe je ze per se moet gebruiken. Je kunt ze op ik weet niet hoeveel verschillende manieren gebruiken, dus dat is het probleem niet.
Ja, zoals je ziet hebben we nou genoeg voor de eerste tripeater. Die zal ik zo dadelijk neer gaan zetten. Alleen ik wil nog even wat meer sunflowers bestaan. Zo. Hier, nou hebben we ineens nog maar 100 zon, dus hij kost best wel veel. Ja, hier, dit is dus de tripeater in actie. Je ziet dat hij over 3 rijen heen vuurt en nou ja, verder is er niet al te veel speciaals aan. En hopelijk komt deze op tijd naar boven. Ja, oké, mooi. Laten we dan de volgende maar neer gaan zetten. En nou, zoals je ziet, hebben we al op iedere rij een pie die naar de zombies toe vuurt. Dus dat is super handig. Want dan hoeven we niet 6 pie shooters neer te zetten of gewoon, ik weet niet hoeveel repeaters of zo. Dus dat is best wel handig. Ja, zoals je ziet is het best wel duur, want deze is 325. En die komen er dan een stuk of 6 te staan. En dan wil ik dan, daarvoor wil ik nog snowpeas neer gaan zetten. En die zijn ook best wel duur. Dus ja, het wordt best wel een dure setup. En soms heb je toevallig een hele dure setup of andere keer heb je een hele goedkope setup, dat kan allemaal. Maar in ieder geval, als je dus weet wat voor soort setup je hebt, een goedkope of een dure, dan moet je zorgen dat je of juist heel veel sunflowers hebt, of juist niet zoveel, omdat je die dan niet nodig gaat hebben bij een hele goedkope setup. En dat is altijd handig om te weten hoeveel sunflowers je dan ongeveer zou moeten gebruiken. Ja, we zijn alweer op de helft van dit level. Oh ja, en dan krijgen we een nieuwe zombie te zien. Die komt hier via het water. Die komt alleen via het water. En dat is de snorkelzombie. Die gaat gewoon onder water. En ja, de peas hebben geen effect op de snorkelzombies. Het beste is om gewoon iets van een walnut neer te zetten, zodat ze naar boven moeten komen om te eten. En dan worden ze gewoon doodgeschoten door de peas. Dus ja, dat is gewoon het handigste. Ik denk dat ik nou maar snowpeas neer ga zetten. En die moeten dan wel weer op iedere rij. Ja, ik hoop dat jullie allemaal een prettige week hebben gehad. En dat heb ik ook. Dus het is, ja, ondanks dat feitje met mijn pols, verder was het allemaal goed. Ja, en ik ben wel heel blij dat het weer vrijdag is. Maar dat ben ik altijd. Want ja, vrijdag en weekend is gewoon helemaal geweldig. Dus ik ben vast niet de enige die daar zo over denkt. Ik denk zo'n beetje iedereen van mijn leeftijd. En ook iedereen niet van mijn leeftijd. Gewoon de hele mensheid dat hij het weekend het fijnste vindt. En daar hebben ze ook weekend voor, hè. Ja, zoals ik de vorige keer al zei, er staan hier onder de video staan een aantal dingen. Je kunt hier reactie achterlaten op de video. Gewoon als je dat wilt, als je wil dat ik het lees of een aantal dingen beantwoord of zo. Of als je vragen hebt over dit spel, dat kan ook, zolang ze niet te moeilijk zijn. En er staat ook zo'n duimpje bij, zo'n groen en zo'n rood duimpje. Hey, als je op die groene drukt, daar word ik heel erg blij van, want dan krijg ik van die likes en dat is heel erg fijn voor mij. Maar liever niet aan die rode komen, want daar heb je toch niks aan en dat vind ik ook niet fijn. Dus, dat moet je gewoon niet doen, het slaat nergens op. En dat was de laatste zombie van dit level. En ik kijk even naar de tijd en we zitten nu op 14:30, dus ik denk dat ik maar eens ga stoppen, want anders dan wordt het te lang deze video. Dit is de Tangled Kelp, meestal noem ik het gewoon kelp, dus dat zal ik ook doen deze hele walkthrough. De kelp die gaan we de volgende keer meer in actie zien, alleen ik moet er nu mee stoppen, want anders wordt de video te lang. Zoals ik al zei, zoals je ziet hebben we nu de minigames hier. Er zijn er alleen nog maar 3. De andere
die er verder nog staan, die komen er allemaal bij als je Adventure Mode uitspeelt. Daarom doe ik al die minigames na de Adventure Mode in één keer. Nou, dat was alles opgesomd aan het einde van deze video. Graag de thumbs up, de duimpjes omhoog aanklikken en er iets van een reactie achterlaten of zo. Wat ik wil, doe eens gek. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer bij Plants vs. Zombies. Bedankt voor het kijken.